Yo, beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lost Buildings. We zijn vandaag onder Zeeland in België bij het plaatsje en daar staan een aantal zeer oude treinstellen en kranen en ander groot materiaal. Hier kijkt naar een uitzending van Lost Buildings. Pak me, test mijn schoenen even. Snel. Ja, nee. Oude kraan. Een oude kraan. En daar zit een bedrijf. Het is echt uitkijken dat we niet gezien worden. Wat zeg je van? Kijk, hier een hele dikke elektromotor. Nou, kom maar. Wow, dit is bizar, mensen. Bizar. Nou jongen, op naar de trein. Ja, op naar de trein. Ja, het is echt een hele oude spoorbrug. Oh, denk je. Filmt u nog? Ja. Kauw. Gewoon hier even. Kom maar eruit. Oh shit. Stop. Hou je deur al? Denk hier om die. Wat gaat in de vloer? Hé, een andere badkamer. Jeetje. Een andere slaapkamer nog. Slaapkamer. Ja. Het is bizar. Hier ook een slaapkamer. Slaapcoupé is erin. We zijn dit geweest. Hier een soort kluis. Hang vast? Ja. Hier is allemaal sloten. Wat was dit geweest, denk je? Ja, misschien wel een treincoupé voor rijke mensen of zo. Ja, het is nou één dikke oude truck. Ja, een eigen. Eigen. Slaapcoupé's en eigen. Couchen.
bizarre. Ja, knapjes hoeren van hebben. Bizarre vondst, mensen. Ongelooflijk, mensen. Holy shit. Staat hier ook al even. Ja, het komt van jou. Hey. Wow, mensen, dit is bizar. Mooie toerentellers. Hier besturen ze de kraan mee. Dit was hoe snel die ging. En Paul die komt er intussen ook op. Kijk, dit is hoe waar ze de trein besturen, denk ik. Dit is hoe snel die kan een aantal versnellingen of zo. Ja, dat is wel. Ja. Kijk, dit was gewoon een stoppenkast voor de trein, denk ik. Ja. Mag ik even voor? Nee. Van de vloer. Zo'n bureau. Ja, ze hebben hier ook allemaal zakjes of zo. En er zo wat in, denk ik. Ik denk van de vloer. Oude meuk, hè? Zo. Wow. Dus, hey, hier, dubbel. Vier mensen slapen dan zeker, hè? Aan drie. Nee, vier. Mooi trein. Ja. Ik kan echt een beetje zien hoe het vroeger was. Of nu nog steeds. Volgens mij waren dit slaaptreinen. Hier is niet heel veel. Wow, ja. Oh. Het raam is voor de helft door. Hè. Wow, dit is sneller. Smal door, hè? Wow. Bizarre vondst. Ja. Oh, sorry, ik zeg niet meer bizar. Nee, nou, ik vind het wel bizar, hoor. Mooi van. Kijk, dit waren denk ik. De motor. Kijk, ik denk dat het de oliekranen waren of zo. Die... Oh, kan nog steeds. Olie, stoom. Ja, dit is wel een mooie locatie.
Ja. Kijk, hier hadden ze dan nog een zo'n hendel. Oh kijk, daar stonden hoeveel toeren de motor draait. Daar verderop, kijk. Dat was precies hoeveel toeren hij draait. En als het metertje te hoog had, dan wisten de mensen precies dat ze hierheen moesten en dat soort dingen. Ja, mooi. Hauptluftleitung. Bremscylinder. Remcylinder. Dat is Duitse treinen misschien. Ja, Duitse. Ja, gewoon man. Oh kijk, daar staat gewoon een, ik denk dat het een motorblok is die daar staat. Ja, die kwam hieruit denk ik. Ja. Oh ja, natuurlijk, want ja. Kijk, dit. Kijk, ja natuurlijk, hier zit een hele oude ruimte. Ja. Mensen, ik denk dat, dat motorblok hieruit kwam. Ja, dat dacht ik hieruit. Ja. Bizar. Oh, ik bedoel, mooi. Geweldig. Nee, maar dit waren de ketels, denk ik. Of stamketels. Mensen, want dit was denk ik een nachttrein, dus ik denk dat mensen wel warm water nodig hadden, dat soort dingen. Ja. Of in ieder geval van een trein voor verre reizen, denk ik. Ja, snelheidsmeter. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us.